Zo, daar zit je dan, in een gymzaal met het centraal examen aardrijkskunde voor je neus. Dit vindt plaats over een aantal maanden, weken, dagen allicht, weet ik veel wanneer je dit filmpje kijkt. Dit filmpje is in ieder geval bedoeld om jou ultiem voor te bereiden op dat examen en gewoon te zorgen dat jij die examenzaal in kan lopen als een baas. Beginnen heel simpel. Wat krijg je eigenlijk voor je neus voorgeschoteld als jij het eindexamen gaat maken? Nou, allereerst een opgaveboekje, ten tweede een bronnenboekje en ten derde de kaartenkarton. Wacht geen nietjes, by the way. Enkele praktische dingetjes, we sommen het kort op. Het examen, je hebt 180 minuten, er zijn 4 domeinen, worden straks toegelicht. Ieder domein 2 opgaven, dus dat zijn er 8. Iedere opgave 4 vragen, dus dat zijn er... Nou ja, gemiddeld neem je 20 minuten per opgave. Belangrijke tip, heb je tijdverlenging, maak er dan 25 minuten van. In beide gevallen heb je gelukkig nog wat tijd over om rustig alles nog eens na te kijken. Het aantal punten per vraag. Het examen aardrijkskunde bestaat voornamelijk uit 2-puntsvragen. Dat kan echt anders zijn dan sommige andere examenvakken. Maar de puntentelling staat altijd netjes in de kantlijn aangegeven. Tip is ook, let daar echt op. Want het aantal punten staat voor het aantal antwoordelementen wat wordt gezocht. In deze vraag staat het vrij expliciet ook met 2 gedachtenstreepjes. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een redenering, waarbij er allereerst een oorzaak en daarna een gevolg van je wordt verwacht. Dan gaan we het hebben over hoe het examen inhoudelijk is opgebouwd. Het is dus opgesplitst in 4 domeinen die je hier kunt zien. Die domeinen zijn op het centraal examen ook letterlijk weergegeven. Stel we gaan bladeren, dan doe ik de voorkant, sla ik om en dan zie ik dit. Wereld, opgave 1, check, dan komt opgave 2. Dan begint dus het nieuwe domein aarde, opgave 3, opgave 4. Dus je kunt het gewoon letterlijk zien. Nou, wat we nu gaan doen is we gaan 1 voor 1 die domeinen langslopen. En ik zal jullie kort toelichten wat jij per domein inhoudelijk zoal kunt verwachten. De eerste 2 opgaven gaan over het domein wereld. Het eerste wat je zou kunnen verwachten is bijvoorbeeld iets met ontwikkeling. Of veel van jullie kennen dit waarschijnlijk als arm en rijk. Hoe zou je ontwikkeling bijvoorbeeld kunnen meten? Denk aan het BNP per hoofd, het BBP per hoofd, de verdeling van de beroepssectoren of zoals je hier in het scherm ziet, de VN ontwikkelingsindex. Indicatoren kunnen ook demografisch zijn, zoals het geboortecijfer. Populaire examenvragen vragen je natuurlijk om verbanden tussen dingen te leggen. Of voor een bepaald land voor- en tegenargumenten te geven voor een bepaalde centrum-periferie-indeling. Zuid-Afrika, is dat nu een semi-periferieland, ja of nee? Je kan ook kijken naar, bij demografie, dit soort grafieken, ben je mee bekend. En ontwikkeling kan zich op kleinere schaalniveaus, in plaats van nationaal, maar bijvoorbeeld regionaal of lokaal, tot grote ongelijkheid ook leiden. Nou, het volgende onderwerpje, waaruit examenmaker kan gaan grabbelen, is globalisering. Ook een bekend thema, mag ik hopen. En globalisering heeft politieke en culturele dimensies, maar het is toch voornamelijk een economisch proces. Dus het begint allemaal met de techniek die het tegenwoordig mogelijk maakt om productieketens ontzettend internationaal of zelfs globaal te maken. Jullie lopen al een tijdje naar een spijkerbroek te kijken. Jullie kennen denk ik dit voorbeeld wel. Zelfs zoiets simpels als een spijkerbroek heeft al een enorme reis achter de rug voordat die bij jou aan je billen belandt. En examenmakers hebben de afgelopen 10 jaar nogal wel wat productieketens uitgekozen om jou flink op je economische inzicht te bevragen. Vanille, rozen, auto's, vliegtuigen, films, callcenters. En om niet te vergeten, natuurlijk Barbie. Naast globalisering, dat dus erg economisch is, kan je ook om de culturele en politieke effecten gevraagd worden, komt dat helemaal mooi, die 3 dimensies, tot uiting in de wereldsteden. Want zie de wereldsteden maar als de knooppunten of de hubs van die globalisering. Vanuit daar wordt het allemaal aangestuurd, daar is het meest zichtbaar. En dan zijn het 3 wereldsteden in het bijzonder, New York, Washington en Los Angeles, alle 3 in de VS. Het volgende domein is het domein aarde, oftewel de fysische geografie. Ook hier kan de examenmaker weer vanuit allerlei onderwerpjes gaan kiezen. De eerste is bijvoorbeeld endogene krachten, de platentectoniek. Je moet aan de hand van plaatbewegingen kunnen verklaren en beschrijven wat je op bepaalde plekken allemaal kunt vinden. Denk aan natuurrampen zoals aardbevingen,
tsunamis en natuurlijk de vulkanen. Schitterende pyroclastica trouwens. Dit zijn processen die vanuit binnen de aarde worden aangedreven. Maar je hebt ook de exogene processen. Die worden juist buiten op het aardoppervlak aangedreven. En ik heb vaak het idee dat het simpelweg gewoon mooie landschapfoto's zijn waar een examenmaker lekker op vakantie is geweest. En dan gaat hij jou vragen dit landschap uit te leggen. En het mooie is, dat kan jij. Want je kent toch deze drie processen? Verwering, erosie en sedimentatie. Die drie dingen die het landschap gaan vervormen, die hangen natuurlijk direct samen met het klimaat. Want die bepaalt bijvoorbeeld het type verwering of de mate van erosie die ergens plaatsvindt. En de examenmaker kan jou ook vragen om bijvoorbeeld temperatuurverschillen te gaan verklaren tussen plekken. Of neerslagverschillen, of dit soort grafieken te matchen. Nogal een favoriet van veel mensen is de ITCZ. Zoals je hier in Afrika ziet, dat die verschuift gedurende het jaar. En dat dat ook nogal effect heeft op de neerslag. En in sommige gebieden op aarde zelfs tot gehele draaiing van winden vindt. Wat we natuurlijk de moesson noemen. Nou, dit is klimaat. Dat heeft direct invloed ook op de vegetatie die je vindt. En dat kan deels dus door zo'n geofactor klimaat worden verklaard. Als je deze foto ziet, heeft het ook wel met relief te maken. En andere geofactoren die relevant kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld, ja, het klinkt heel stom, de mens. Kijk bijvoorbeeld maar naar dit landschap. Door het niet helemaal op de juiste manier te gebruiken, kan er bodemerosie optreden. En kan het land, zoals dat zo mooi heet, degraderen. Zoals sommige voetbalclubs. En als laatste, het Middellandse Zeegebied. Ja, eigenlijk is geen nieuwe kennis. Maar je gaat al die dingen specifiek op deze regio toepassen. Het domein Zuid-Amerika. Het jongste domein van de vier. In het verleden, en dan praat ik over 2019 of langer geleden, was dit namelijk het domein Zuidoost-Azië. Het idee is echter helemaal hetzelfde. Je bestudeert een macro-regio en je kijkt naar de interactie tussen alle verschillende dimensies. Allereerst kun je het continent bijvoorbeeld fysisch-geografisch bekijken. Het voordeel daarvan is dat de natuurwetten natuurlijk in Zuid-Amerika niet anders werken dan in andere gebieden op aarde. Er zijn wel een aantal dingen die erg typisch zijn voor de fysiogeografie van Zuid-Amerika, die je niet op alle andere gebieden zomaar vindt. Denk bijvoorbeeld aan de atypische subductie, de volcanic gaps. Denk aan een El Niño. Of denk aan benamingen van landschap zoals een Cerrado, een Caatinga, een Selva, Pampas. Sociaal-geografisch wordt het complexer. Sociaal-geografie kan je namelijk opsplitsen in nog vier verschillende dimensies. Te weten de politiek, de economie, de demografie en de sociaal-culturele dimensie. Het gaat juist om de interactie tussen deze verschillende dingen. Welke invloed heeft een politieke beslissing op de economie of vice versa? Een land gaat door een bepaalde economische ontwikkeling. Hoe zie je dat terug in de demografische transitie van zo'n land. En wat erg typisch is, alle staten, als je ze zou moeten indelen wereldwijd, vallen onder de semi-periferie. Maar juist doordat je gaat inzoomen op deze landen, zie je dat er nog steeds gigantische verschillen zijn. Binnen die semi-periferie kent het continent voorlopers die proberen toch echt wel dichter tegen die centrumrol aan te komen. En er zijn een aantal landen, horen die eigenlijk niet gewoon in de periferie gaat het economisch niet ontzettend beroerd in die landen op dit moment. Er zijn ook wel een aantal sociaal-geografische begrippen die heel typisch zijn voor Zuid-Amerika, die je ook niet overal tegenkomt. De duale economie is wel erg belangrijk. Grote tegenstellingen. Het meest duidelijk nog wel in de landbouw, met de cash crops versus de food crops bijvoorbeeld. Strategieën die proberen in te zetten op importsubstitutie, exportvalorisatie. Landgrabbing is nogal een belangrijk fenomeen in Zuid-Amerika. Veel buitenlandse investeerders die erop lopen te azen. De sociaal-culturele dimensie die zie je terug in ontzettend sterke etnische en culturele diversiteit. Die soms ook wel tot conflicten leidt. En denk ook aan begrippen zoals mestisering. Het laatste domein, het domein leefomgeving. Je hebt al een heuse wereldreis achter de rug in zo'n examen. Om gewoon lekker vertrouwd terug te keren in Nederland. Dus we gaan kijken naar opgaven die specifiek voor Nederland relevant zijn. Dat is natuurlijk heel erg de waterveiligheid. Het gevaar kan komen vanuit de kust. Dus je zal allereerst de kustprocessen moeten begrijpen. In het nieuwe beleid om Nederland veilig te houden, proberen we juist ook heel erg met die kustprocessen mee te bewegen. Denk aan termen zoals dynamisch handhaven, zandsuppleties. Gevaar komt niet alleen vanuit de kust, maar ook vanuit de rivieren. De Rijn en de Maas natuurlijk als belangrijkste rivieren. Hier komen begrippen om de hoek kijken zoals regime,
vertragingstijd, piekafvoer. En ook hier het beleid, het moderne beleid, richt zich heel erg op meebewegen met de natuurlijke processen. Je hebt de drietrapstrategie als belangrijk uitgangspunt. Je hebt het hele programma voor ruimte voor de rivier, met in rivierengebieden grote maatregelen om het rivierbed te verruimen. En je hebt natuurlijk ook de tweede Delta-commissie gehad, die allerlei snode plannen hebben gemaakt om Nederland echt toekomstbestendig te maken. En zij zoeken voornamelijk naar integraliteit, om dingen met elkaar te integreren. Als laatste dan in zo'n eindexamen iets over stedelijke vraagstukken. Je kijkt echt naar de leefgebieden van mensen. Daarvoor moet je weten hoe steden historisch gegroeid zijn, wat voor type wijken er allemaal zijn. Die wijken kan je terugvinden in allerlei statistieken, buurtprofielen zoals ze dat noemen. Er gebeuren ook allerlei dingen om wijken te verbeteren. Herstructurering heet dat. Soms gebeurt het ook meer spontaan, gentrification. En steden proberen vooruit te blikken naar de toekomst. Met allerlei hippe termen waar beleidsmakers van smullen, zoals de creative city, de sustainable city en de smart city. En als laatste kan zo'n examen maken in zo'n domein leefomgeving ook specifiek inzoomen op de Randstad. En zie de Randstad maar, je hebt allerlei dingen over die stedelijke vraagstukken geleerd, op het gebied van leefbaarheid, op het gebied van economie. En hier ga je net nog een schaalniveautje hoger zitten op een regionaal schaalniveau. Van welke vraagstukken heeft dan de Randstad, dit sterke stedelijke netwerk, de economische motor van Nederland? Zo, en dan zijn we weer terug bij af. Ik hoop ook dat je na het zien van dit filmpje echt die examenzaal inloopt als een baas. En ik wens je heel veel succes. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm hopping with the D-R-E.